Hello everybody. Hello en welkom bij Current to the Render. Ja oké, hou maar. Jemig. Oh. We zitten hier in Ark. Ark, jazeker. Een nieuw spel voor ons. Precies. Nou ja, niet geheel nieuw. Daar hebben we het eigenlijk al in totaal 3 uur gespeeld. Is niet helemaal goed gegaan met opnemen, helaas. Vertel wat er is gebeurd, Stevon. Ja, nou kijk. We begonnen met opnemen. Dat ging allemaal hartstikke mooi. Op een gegeven moment aan het einde, er is heel veel dingen gebeurd. Aan het einde kwam ik erachter dat op mijn C-schijf niet genoeg geheugen stond. Dus hij heeft hem niet opgeslagen. Precies, mijn point of view is er dus niet. Yeah. Maar gelukkig wel mijn audio. In mijn audio en Robin zijn point of view. Dus we gaan nu een klein beetje uitleggen, een klein beetje wat er is gebeurd deze aflevering. Volgende aflevering beginnen dus eigenlijk een beetje opnieuw. Dus ja, ik zou zeggen laten we beginnen wat er gisteren is gebeurd. Yes, oké. Dus ja, we begonnen natuurlijk, we starten ergens random. Dus een beetje net zoals Rust, weet je wel, gewoon aan de zee. Ben je klaar? Nee, ik ben klaar. Oké, ik heb dus iets in mijn arm. Wat een geweldig mooie vond. Wat is dat voor lettertype? Bedankt, behalve, je hebt tenminste wel een onderbroek aan, zoals hier, vind je mij nou mooi? Check. Dus ja, het was echt even wennen, want de fontstijl, de lettertype, freaking lelijk vind ik. Dus was even wennen. Ja. We hadden geen idee wat we moesten doen. We zaten op een bomen te slaan, weet je wel. Met onze vuisten, we kregen gelukkig wat hout en shit. Nou, uiteindelijk hadden we elkaar ook gevonden. Het is op zich wel iets makkelijker hier om elkaar te vinden, vind ik. Omdat je een plek kan vinden waar je bent. Dat is waar je kan spawnen. En je hebt een map, dat is ook wel handig, eerlijk gezegd. Links 80. Oké. Dan moet ik daarheen. Ben jij dit? Hey, hallo! Holy shit. Wat de hek heb jij met je benen gedaan? Wel, ja. Oké, ik ga dus hakken. Oh. Ik zie gewoon helemaal niks. Waar is die steen nou? Oh, oké, ik maak een... Ik stond hier toch net naast de steen, of weet ik nou? Die heb ik kapot gehakt, daarom keek ik zo raar. Die hele freaking steen! Diegene die... Dus ja, toen gingen we opeens allebei dood. Of jij viel neer. Ja. Gewoon uit het niets. Lightfire. Bam! There we go. Hallo? Stefan, waar ben je? Oh, hij staat een beetje vast allemaal. Dat is niet zo fijn. Oh, ben jij dit? Ik ben weg. Laat dat kan. Ja, jij bent hartstikke dood hier. Of je slaapt. Ik weet niet of... ik weet niet, ik verloor de verbinding. Volgens mij lig je hier dood. Oh. Oh nee, unconscious. Man. Oké, rustig. Ik heb je misschien 2 keer geslagen en je hebt misschien 2 keer gebroken ribben. Oh. Hoe kom ik aan voedsel? Wat kan ik gras eten? Kan ik deze blaadjes eten? Nee, je moet besjes. Oh, ik heb berries. Wacht, stop. Voordat je besjes gaat eten, niet de witte en de zwarte. Even dat je volgens mij zijn deze paars. Ja, die kunnen wel, denk ik. Het enige wat ik weet, niet wit en niet zwart. Ik weet ook niet anders. Oh. Use item. Oké, dit is best wel... I did it. Nice. I did it. I survived. Oké, rustig. Oké, en nu hopen dat ik nog leef, terwijl dat jij me in elkaar hebt geschopt. Wild per... you are starving. Find... Oké. Oh. Oké. Hier is een beest. Er zijn ook agressieve beesten hoor. Maar je redt je niet met je handen. Ja, hij beet mij net. En nou is hij weg. Ik weet niet je redt heel veel beesten niet met je handen hoor. Oh. Ja. Oh, zie ik zo. Inventory items. En met die speer. Nou, waar is die beest? Wow, wat was dat voor geluid? Dunnel. Oh. En ik heb weer gescheten. Ik pak hem op. There we go. Ik ben mij gooien als je wordt aangevallen. Oh, daar is dat beest. Hier, kom op. Je kan er niet met je handen aan, hè? Oh, 20, 24. Holy shit. Oké. Ren naar het vuur. Ik zie niks. Oh my goodness. Het donker is gevaarlijk, Robin. Als het donker is. Oh. Zeg dat nu pas. Ja. Oh nee, er komt het beest op af. Oh nee. Ga je dat? Ik kan ook in het water. Nee, ik zie niks. Ik zie niks. Mijn speer is gebroken. Oh, lekker dan. Mijn speer is gebroken. Ik haal. Ik ben bijna dood, volgens mij. Oh. Speer. Craft, speer. Ik kan geen speer meer, ik heb fibers nodig. Je moet trouwens vlees eten om weer HP erbij te krijgen. Besjes helpen niet. Oh, ja, maar... Dan heb ik een speer nodig om die beesten te killen om vlees te halen. Ja, of je wacht tot ik er ben. Want mij lukt het nog steeds. Kan ik jou eten? Waar is mijn kampvuur? Nee, niet mij eten. Oh, ik kan niet joinen, toch? Ik ben dood. Oh. En toen werd ik aangevallen door beesten en dan toen begon weer opnieuw. En uiteindelijk shit. Zagen we daar een of ander licht dat uit. Een gigalicht, echt super fel. Man, wat is het even. Jemig. Zo, dit is echt gevaarlijk, man. Overbelichting hier. Jongen. Oké, wat is het met het licht hier, dat ding dat naar beneden gaat? Ja, daar ben ik diegene in de buurt. Ik ben daar nu. Oh, zal ik even naar je toe lopen? Nou, dat kun je best. Man, ik zie gewoon helemaal niks, joh. Wat dan? Wat is dit? Ja, ik kijk er naartoe en het is gewoon één wit vlak, joh. Oh, misschien veel. Dus ja. Wij daarheen. En dat bleek een soort drop ding te zijn met allemaal resources en shit. Dus die hadden we opgepakt en meegenomen. Begonnen met een goede start. Een goede start, ja. Zit je lekker in je zat zo uitgescheiden. Heerlijk, man. Ik kan ervan genieten. Hallo? Hallo, waar ben je? Zo, jij... Hallo? Hek, ben jij aan het doen met je lichaam? Oh, daar ben je. Hi. Ja, in plaats van nu alleen maar mijn benen te trainen, heb ik de rest van mijn lichaam ook getraind. Behalve je hoofd. Maar mijn inventory is een beetje te... Dus gooi wat weg. Ja. Hoe doe je dat? Oh, drop item. Oh, kijk dit beestje. Kan ik hem dood maken? Kill hem! Oh, hij doet niks terug. Oh. Hij doet niks terug. Pak hem, pak hem. Doe niet anders. Oh, een van mijn speer is kapot. 24 damage tokens, 24 damage. Oké, je moet het dus met je pickaxe kapot maken en dan krijg je meer vlees. Oh, je hebt al freaking kleren aan, joh. Ja, joh. Zo snel ben ik, jongen. Ik ben ervoor om dat jij weer het huisje maakt. Dat lijkt mij een goed plan. Kijk dan hoe dit er op mij uitziet. Oh man, toch. Nice, ik heb waar was ons huis nou? Ons huis? We hebben nog geen huis. Wat even nu meer dit een huis? Hoi. Nou, het is het begin van een huis, Stefan. Wat nou? Ren nog eens. I'm tired of you. Ren nog eens. Dit is een halve slow-mo van die beach gootjes, weet je wel, die heel gespeed zijn en dan overheen lopen in slow-mo. Oh shit, man. Man, dat gebouw, man, wat de heck is dat? Ik zie er echt lekker uit. Goh. Kom hier. Als jullie nog tips hebben, laat het even weten. We hebben het nodig. We hebben het nodig, had nodig. Zit hier, kom aan. Jemig, hoe kan ik zien hoeveel gewicht... Hoeveel over ik het gewicht ben, zeg maar. Dat ik... Links. Even kijken. Links onderin. Of dat... weight. Links onderin, zeg maar. Die hele... Als je op I drukt. I. En waar je gezondheid en alles staat. Er staat ongeveer in het midden. Of staat hoeveel dat je hebt. Maar mijn gezondheid en zo staat, wat? Ja, rechts. Dan heb je toch al die hele lijn. Jij zegt links, gozer! Sorry, rechts. Jemig. Nee, ik kan ook niet rennen, want mijn inventory zit vol. Sorry, ik liet even een ruf daar. Hey! Gozer! Half een sliceje. Nou, ik pak hem maar voor jou. Ik pak hem voor jou. Oké, kijk, Stefan. Kijk, 4 en dan... Can't place floor too close to the enemy. Oh, we kunnen hier verder niet bouwen. Oh, niet? Dus enemy foundation is dit. Maar goed, ik zet mijn bouwen we toch wel lekker over hier, jemig. Laten wij hier zo bouwen, zo aan het water. Ja, maar we hebben hier alleen maar steen. Hoppa! Oké. Okay. Zeg, is het interessant, die pols? Ja, er zit zo'n dingetje in. Oh. Oh, epic. Oh, is dat een nieuwe Apple-app? Apple-ding? Ja. Oh, is de nieuwe Apple Watch, dat is het. Ik word ondertussen een paar keer aangevallen. Ik ben een paar keer doodgegaan. Ik heb ook een paar keer geprobeerd een beestje te temmen. Is ook niet helemaal goed gegaan. Nou, je hebt wel een dodo getemd. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon proberen een dier. Een dier moet je trouwens onbewust slaan. Of onbewust? Ja, nou, na het onbewustzijn slaan. Oh, ik dacht al van zonder dat je door hebt dat je dat beest slaat. Ik denk, oké, hoe krijg je dat voor elkaar? Met je ogen. Met je ogen. Dood. Die beesten springen ook echt, man. Wat, wel fijn dat hij luistert. Oh, ik heb hem gewoon onbewust geslagen al. Dat ging snel. Ik dacht dat het moeilijk was. Oh, met je ogen dicht. Zeg dat dan gewoon normaal. Ik heb hem gewoon bewusteloos beslagen. Ik heb hem geslagen. Oh shit, hij zit op de helft. Maar ik heb hem onbewust geslagen. Holy shit, deze gaat echt snel, man. Oh, ik moet ondertussen een scheetje laten. Sorry. Oké. Kan gebeuren. Oh, ik heb hem. Oké, hoe noem ik hem? Dodo. Hoe noem ik hem? Dodo. Dodo. Dode dodo. Dode dodo. Hier komt hij aan, Robin. Oh. Oh, verder je weg gaat. Oh, kijk uit. Het vuur. Kan vuur. Het kan. Nee, ik kan niet tegen. Hallo? Ah, ik kan misschien wel tegen, maar ik kan er niet langs. Stom beest. Ja, het begon eerst inderdaad met een dodo. Toen vond jij het leuk om even te kijken hoe die eruit zag. Je dacht, ik doe control. Dode dodo. Control bleek dus aanvallen te zijn. Hey, ho, oh, ho, shit. Rustig, gozer. Wat? Ho, wat? Nee. Ja, nu ben je aan de klote. Ik wilde gewoon crouchen. Waarom is... Oh, man, ik ben zo bang. Ik schijt hier op de grond. Oh, hij maakt alles kapot. Nee, hoe laat ik hem stoppen? Nou, oké, maak hem dan maar dood. Ja, nou rent hij weg, hè? Nee, dan maar. Oh. Oh. Ah. Ja, ik wilde gewoon... Heeft hij me dodo aangevallen. Ik wist niet hoe ik hem terug moest roepen. Dus ja, heeft Robin hem maar doodgemaakt. Ja, want anders wordt ons huis vernietigd door de... Hallo! Jemig! Holy shit, man. Jemig. Oké, we zijn nog steeds niet helemaal thuis in Ark dus. We hebben 2 uurtjes gespeeld. We hebben echt een beetje basisdingetjes gedaan. We hebben geen goed armor gehad of zo. Ik heb volgens mij 1 leren jas gehad. Volgens mij heb ik alleen een soort t-shirt gehad en that's it. Ik heb de hele tijd in mijn onderbroek gelopen. Oh, en schoenen. Ja, een t-shirt en schoenen. Dus ja, het was eigenlijk verder, dus daar zijn we nog niet helemaal thuis in. Maar goed, dus heeft hij me dodo kapot gemaakt. Ja. Vervolgens, had ik een, volgens mij was het een raptortje, zo'n klein beestje. Oh, die heb ik nooit gezien. Nee, klopt. Die is toen ook alweer dood gegaan. Ging ook niet heel goed. Ik viel een ander beest aan, volgens mij. Toen haal je hem ook aan. Toen ging hij dood. Zo, ik weet niet precies meer. Is ook al inderdaad weer geleden. Gisteravond. Maar goed. Vertel verder, Bart. Ja, toen... even kijken. Op een gegeven moment toen zat ik zo te bouwen. En opeens hoorde ik van... Hallo? Hier is wat niet. Hallo? Hoe praat je in line? Ik ben het. Ik dacht, hé, wie zit dan? Hij kan ook nog Nederlands ook. Hoe praat je in game? Tunnel. Hallo? Hallo? Is er iemand? Hallo? 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 Hoi. Oh, hallo? Ik ben die jongen waarmee jullie Rust hebben gespeeld. Heb je hem gevonden? Ik dacht, oh, het is Boskees. Had hij ons op een of andere manier gevonden? Ik weet niet hoe die kerel dat voor elkaar heeft gekregen. Ik weet het ook niet. Maar goed, knap. In ieder geval, hij snapt het spel tenminste een beetje meer als wij, dus... Op zich wel handig dat hij erbij was, want hij heeft ons heel veel dingen uitgelegd. Bijvoorbeeld hoe je een muur kan upgraden. Zou ik hem doodmaken? Kijk eens achter je. Maar god, je liet me echt schrikken. Hoe praat je, Robin? B, zeg ik toch. Hallo? Hallo? Oh, kijk nu is hij. Hoi. Hallo, hallo. Ondertussen was Stefan, terwijl ik aan het bouwen was, een resource aan het verzamelen samen met Boss Games. Was jij weer beesten aan het proberen te tammen of zo? Ik had geen idee waar je man bezig mee was. Ik heb het je een paar keer gevraagd. Ja, maar dit is zo stressvol, weet je wel. Ben je een beest aan het temmen en dan aan het aanvallen en dan heb je er eentje en dan heb je niet vlees of zo voor zo'n reptile en zo. En dan moet je nog eerst weer vlees verzamelen en dan... Gaat dat weer niet goed? Dus ik had eventjes helemaal in mijn eigen wereld, joh. Wat ben je nou eigenlijk allemaal aan het doen? Ja, ik ben daar gewoon bijstaan aan temmen, maar het wil niet lukken. Ik heb pillen gedropt hier. Oh, oké, kom hier. Huh? Op zijn hoofd. Oh. Ik heb wat. Hallo, dat is ook niet een klein beetje iets of zo, dus... Oh, wacht, blijf je nou vastzitten? JMG. Holy shit, heb ik hem nou gewoon? Hoe kan ik een soort... weet je wat, ik maak wel gewoon allemaal muren, joh, whatever. Oh, nice. Oh, die temmen gaat snel, joh. Oké. Oh, kom op. Temba beest. Schiet eens op. Kan er niet meer tegen. Wat zenuwachtig. Wacht, dit is een parasaurus. Oké, je lijkt wel een kind voor op kerstavond, joh. Wat dat zenuwachtig? Ik heb cadeautjes open doen. Ik heb een parasaurus en ik noem hem paratrooper. Holy shit. Ja, die is van mij, bak, hè. Afblijven, lul. Van mij. Hij valt je aan, hoor, als je hem aanvalt. Je dacht even dat ik het zou doen, hè? Nee. Wat nou als ik jou aanval? Doe maar. Dan ga je dood, hè? Nee, dat doen we niet. Oh, een dodo. Ja, jij gaat leren voor mij, sorry, jongen. Oh, dat beest valt gewoon aan. Kijk dan. Kijk hem gaan, jongen. Kom niks te doen. Kom niks te doen. Pak hem, jongen. Pak hem. Goed zo. Ik zie die. Oh, lekker bezig, gozer. Oh, kan ik die troep weer opruimen? Jemig. Maar toch bedankt, hè. maar toch bedankt. Zeg, Bos. Hoe maak je een... Ja? Zit je lekker in die deur? Je bent te zwaar. Oh, lekker dan. Ja, dan doen we hem gewoon eerst open, man. Volgens mij zit ik niet meer in de trap, of wel? Ik heb je weer opnieuw gezoekt. Oh! Ik zit bij jou in de tribe, bij Bos nu opeens. Oké. Waarom? Ik heb niet deze tribe. Tribe of Boss Games? Heeft hij wel. Hij liegt, Robin, hij liegt. Ja, liegt dat jouw barst, man. Staat gewoon boven je of onder je naam Tribe of Boss Games. Oh mijn god, maar. Oh my god! Dat je bij mij in de tribe zit. Shit, man. Ik dacht van, oh nee, ja, lekker. Ik ben nu de pro, maar blijkbaar niet. Hij volgt me wel. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Nice, hij volgt mij, oké. Nou, kennen mensen dat, of zijn ze daar te jong voor? Of te oud? Maar dan moet je wel heel oud zijn, gozer. Ja, die weet, oké. Holy shit, dat is een groot beest. Gooi zo'n beest ook weer om in die langnekken. Langnek? Die plantetende langnekken. Oh, ik weet hoe die heet. Platvoet. Huh? Stop, je bent moe. Nee, ik ga dood. Hallo. Oh, mijn beest is nu tegen een piranha aan het vechten. Goed zo, jongen, maak hem dood. Nee! Nee! Your paratrooper level 17 was killed by Mega Piranha. Wat? Holy shit, ik begrijp. Oh, nu komt hij op mij af! Oh nee! Holy shit, man. Holy shit! Oh, ik ken hem. Maar nu is mijn paratrooper dood. Gaat het, Stevon? Nee, mijn paratrooper is dood. Hey, ik heb het niet gedaan dit keer. Nou ja, dan... Dan zorg ik dat die resources voor mij verzamelen. Dankjewel. Kun je die muren ook upgraden? Oh, nee! Oké. Nee! Maar hoe moet ik dat doen? Kak! Ah, nee, jij bent te zwaar en ik kan niet eens bij de... Zo, gooi ik het daar op de grond, kan ik het hier weer oppakken. Dan kan ik hierheen. Gooi ik hier de hout in. Oh, ben ik ook nog geweldig vinden. Ik kan me ook even heel goed herinneren dat jij opeens helemaal verkeerd ging. We hebben daar helaas geen videobeelden van, maar zo klonk het. Kak! Schrapen. Jemig man, daar word je er niet goed van. Ja, op het droge, lul, op het droge. Daar krijg je ervan, hè? Nee, die meen je niet. Valt hij nou? Nee. Nee, wagen, dat is niet... Stevon? Ik roep hem, jongen. Hier komen lul. Status report, Stefan. Ja, die is er niet meer. Die is overleden. Is je tweede beest overleden? Nee, hij mag niet overlijden. Kom hier dan, lul! Kom hier dan! Ik roep je als een gek, man! Hè? Huh? Jammer! Kom dan! Kijk, weet je wat? Ik pak jou gewoon, hè? Oh, oké, dat is wel gevaarlijk. Oh, kak. Oh, nee. Oké, nu volgt hij mij. Ah, kak. Nee. Nee! Is hij dood? Ja, hij is dood. Nee. Oh my god. Nu ga ik ook nog dood, zeker. Hoeveel HP heeft dat beest? Nee, ik ga dood, Robin. Waarom ben ik nou weer moe op zulke momenten? Huh? Oh, ben jij dat daar aan de overkant? Help. Met de tref op mezelf. Loopt hij nog achter me aan? Ja, echt wel. Rennen, gozer. Ja, ik kan niet rennen. Je blijft rennen, zou ik zeggen. Oh, nog een piranha! Ja, ouwe! Jammer! Dit meen je toch niet? Dit is toch niet te geloven? Oh, hij vecht nu met de piranha nu. Ja, jammer, kan mij het schelen waar hij vecht, jongen. Ik ben toch ook... Oh, ja. Wat zijn nou die aanvallende gozertjes dan? Heb ik 10 keer nodig? Zijn ze weer weg? Oh... Ho, 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 ho. Oké, daar had je er een. Daar had je er een. Ik dacht het al. In één keer begint de muziek weer te spelen. Oh, oh, het zijn er 2. Holy shit. Gozer, doe normaal. Doe normaal. Doe normaal. Het zijn er 2. Holy shit. Gozer, doe normaal. Man. Oh, het zijn er 4. Nee. Nee, ga weg. Nee. 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 Serieus, man. 4, kom op. Waar ben je toch de hele tijd mee bezig, man? Ik hoor je alleen maar schreeuwen met dingen van... Hallo, dus dit is een 2 en nee, dit ga je niet doen. En dan gebeurt het wel. Is mijn spieren ook nog kapot? Het is nog niet normaal. Ja, spuug maar lekker een keer niet op mij, hè, bitch. Dus ja, het waren dus blijkbaar 4. ja, dat was een beetje een lullig verhaal. Ik liep langs het bos. Het was eigenlijk... Ik zal ook even kijken, ik kan hem wel laten zien. Het was daar helemaal aan de overkant, daar zo, op het strand, waar ik nu precies met mijn cursor zit, daar zo. Daar was ik langzaam aan het lopen, iets naar achter, een stukje nog. Dan had ik volgens mij... Auw. Sorry. Wou ik een beest stemmen? Nou, dat ging dus niet helemaal goed. Vervolgens liep ik iets te ver het bosje in. Toen kwam de 1 reptile, kwam 2, 3, 4 reptiles tegelijk. Dus ik helemaal stress, probeerde te killen en zo. Volgens mij had ik het overleefd. En die laatste, volgens mij, had ik nog proberen te temmen zelfs. Ja. Toen liep je het water in, het was een gigapiranha. Ja, oh ja, dat was echt vreselijk, jongen. Toen ging ik dus dood door die mega piranha. En toen was jij er ook, toen waren jullie volgens mij bezig met zo'n groot beest of zo. Ja, we gingen een schildpad, Bos en ik gingen een schildpad temmen. Nou, van level 138 of zo, ja. Man. Van level, jij bent nu level 29, moet je nagaan. Hoeveel steden heb je wel niet, man? Oh, geweldig, nu is die nog kapot. Freaking zielig, man. Gewoon recht in zijn neus, joh. Schiet die stenen gewoon recht zijn neus in. Ja. Oh, kijk, hij komt eraan, hij komt eraan. Reparatie benodigd. Jongen. Dit is echt brutal, man. Dit is gewoon echt... dierenmishandeling. Deze is toch niet dood. Oh! Nice. Zo. Kan je hem eten geven of zo? Ja, wacht tot hij klaar is. Oké, ik hou jullie hem in de gaten. Ik ga even opzoeken wat hier... Oké. Ik wacht even, volgens mij... Oh, zijn hoofd beweegt. Zijn hoofd beweegt. Nou, daar eet hij wat op. Oh. Helemaal in paniek. Zal ik alvast een klein tuintje gaan maken voor deze beest? Voor dit beest? Ik heb geen idee wat je daarmee bedoelt. Heeft hij een tuin nodig? Ja, een tuin? Nou, niet een tuin, maar ik bedoel een beetje een hok voor hem, zeg maar. Oh, dat, nee, ga je gang. Mijn zegen heb je. Maar volgens mij, dat was gelukt. Ja. Maar toen had ik best wel veel spullen bij me. En toen wou ik... Dus het kleine stukje hier zo... Op een of andere manier zitten gewoon altijd piranha's aan zo. Dus wij daar overheen lopen. En nou, ik werd dus gedood. En toen wou ik teruglopen naar die piranha's. Zat er dus nog. Dus ik kon mijn spullen niet terugpakken. En ik had niks om aan te vallen. Dus toen moest jij helpen. Robin, kan je even snel hier helpen? Gozer, ik ben bijna dood. Ja, deze pees heeft ook maar één slag nodig of zo. Ja, anders kan ik niet bij mijn spullen. Jemig, altijd gezeik met jou met je spullen en zo. Ah, ik kom er alweer aan, man. Oh, hij rent weg, Of zij rent weg, dat was een viermal, hè? Hier zo. Nee, dat is een beetje interessant. Die één piranha nog hier. Oh. Pak hem even. Deze? Ja. En jou doet hij niks. Oh, hij zit vast. There we go. Zo doe je dat, Stefan. Nou, was 1 of 2 steekjes en dat beest was dood. Ja. Geen probleem. Yes. Maar goed, dat is dus allemaal goed gegaan. Dank. Okay. Alsjeblieft. Het is 4 meer dan dat je nodig had, dus ik verwacht een betaling. Ik stuur een vacature naar je rekening toe en dan... Je krijgt de verdaan. Wat je ook zei, nu terug. Ja. Mooi man. Oké, go. Zo, hallo. Had hij nog groter gekund of... En nou, uiteindelijk hebben wij... Bos en ik hadden ook nog een soort parasaurus. Oh, die daar staat nu. Zo een hadden wij getamed. In zijn gezicht, bam, in zijn oog. Dan doe je het meeste damage. We slaan een parasaur in elkaar, Stefan. Oh, we hebben hem. Die had ik Jar Jar Binks genoemd. Want daar leek hij wel een beetje op. Ah, yes. Auw, jemig, kap daar eens mee, man. Ja, ik moet echt aan denken, controle dat dat niet... Ja, zo is die dodo dus dood gegaan. En zo ga jij ook nog dood, Robin.